Nou, ik ben dus op dit moment wel heel druk bezig met de Phonics Awards. Ik vind het super spannend. Ik heb 5 minuten om een goede show neer te zetten. En ik vind ook wel dat ik in die 5 minuten een statement moet neerzetten. Dus dat is ook waar ik mee bezig ben. Ik wil mezelf overtreffen. The Phonics Music Awards. Nou, we zijn nu bij 101 en we gaan een kleine preview opnemen. We hebben dus niet een hele sessie. Maar we gaan de preview gewoon gebruiken voor promo van de EP. Rennen naar binnen voor die money. Hij is mijn klein tennis op Bonnie. Er is echt geen weg terug. We staan nu midden in die lobby. Voel de druk alleen mijn body. Hou die kanoe uit mijn bobby. Heb het op een vragen rug. Je zei hou. Hou. Ja man, ik hou van die correcte energie. Ja toch. Maar we hebben elke dag beef. Maar hoe streng ben ik dus van? Dus dat is het antwoord. Rihanna is heel perfectionistisch. Als het niet perfect is, dan is het een probleem. En dan moet ik er altijd soms even uitleggen van, hey, het kan niet altijd perfect. Soms moet je gewoon roeien met de riemen die je op dat moment hebt. En dat vindt ze nog wel eens lastig. Ik vind het lastig dat hij ten eerste dat hij commentaar heeft. Maar zeg maar, die kleine slordigheidsfoutjes, die wil ik liever niet zien. Iedereen is in paniek, begrijpt de situatie niet. De afspraak was om niet te schieten. Maar nu zitten we te diep. Eigenlijk af voor een flesje, maar er is geen tijd voor beef. De missie dat ik gefocust ben, dat is deze meneer. Zoals het is, er zijn meer mannen in deze game. Dus als vrouw zijnde, je staat gewoon achter. Dat is gewoon, we kunnen het mooi maken, het is gewoon wat het is. En juist daarom probeer ik de scherp te houden. En die kleine dingetjes die gewoon belangrijk zijn, waar misschien andere mannen op slapen, probeer ik juist scherp bij haar te houden. Zodat het niet is van, ze is hard voor een vrouw, ze is gewoon hard. Ja, ik heb niet echt moeite zeg maar, om te bewegen in de hip-hop scene. Ik doe gewoon wat ik leuk vind en ik kijk niet naar andere mensen. Ik probeer vrouwen te empoweren door middel van FT's met andere vrouwelijke artiesten. En te zorgen dat mijn muziek echt gericht is op de vrouw. Ik vind dat mijn missie is in het leven. En dat is wat ik leuk vind om te doen. Je bent warm gedraaid, maar ga je met of zo? Nee, maar je stort eerlijk, mensen is wel keihard. Ja, toch? Iedereen is in paniek, begrijpt de situatie niet. De afspraak was om niet te schieten, maar nu zitten we te diep. We eigenlijk al voor een flesje, maar er is geen tijd voor beef. Kankerhoer, maak die klas open, want het is alles of niets. Bitch! 2 kogels in de lucht. Ze zei dat ze niet kon openen, maar nu beweegt ze vlug. Ze is die tassen aan het vullen, maar we moeten nu terug. Voor sirene van politie, Bonnie en Clyde zijn op de loesoe. 4. We zijn nu in het gebouw waar ik mijn release ga houden, samen met Ocho. De tape met Ocho is ontstaan doordat ik een schrijverskamp had bij Top Notch. En ik heb Ocho toen meegenomen. En Top Notch vond dat een hele harde track. Dus eigenlijk heeft Farid toen van Top Notch tegen ons gezegd van, waarom doen jullie niet gewoon een duo tape? Dus dat is wat we toen hebben gedaan. En morgen komt de tape uit. Hier komt het podium te staan. Daar gaan we trouwens de bar neerzetten. Hier gaan we een expositie van maken. Dus die zwarte borden die je ziet, daar komen onze EP-covers. Nou, sorry, komt er even bij. Hier gaan we mijn bills displayen, die we ooit hebben gemaakt. Hier hebben we dus condooms gemaakt met lyrics van onszelf. Qua creatief proces ben ik overal in involved. Ik ben heel kieskeurig en heel perfectionistisch. Ik vind het gewoon leuk dat we straks gewoon alles eruit gooien. Het voelt ook gewoon als een opluchting. Wat kan met dit roze eigenlijk? Wat voor kleur dan? Gewoon een zwart-wit of zo. Zwart. Zwart. Joey, er komen toch stoelen? Jullie zitten daar? Ja, ik wel. Tijdens de luisteren ben je daar zitten? Ja. Op dit moment ben ik nog niet bezig met mijn Phonics optreden. Omdat ik nu gewoon dit heb. En morgen heb ik een persfotoshoot. Dus ik heb nu gewoon echt andere dingen waar ik op moet focussen. En ik manage mezelf ook. Ik heb nog geen management omdat ik nog niet iemand heb gevonden waarbij ik vind dat we klikken. Een manager ziet er voor mij uit als een all-around worker. Toevallig heb ik er gisteren met iemand over gesproken dat je als manager gewoon echt een zware taak op je hebt. Ja, want je moet A&R spelen in a way. Je moet mails beantwoorden, je moet deals sluiten, je moet PR-deals regelen. Je bent gewoon alleen maar bezig. Liefde maakt blind, dus ik ontken mijn gevoelens van jou. Heeft het wel zin als ik je eigenlijk niet meer vertrouw? Vanaf het begin. Wie vanaf hier is voor team Rihanna?
Ai, cool, ai, cool, cool. En wie vanavond hier is voor team Ocho? Oké. Je loopt achter net de tweede plaats als je nog niet begrijpt, deze bus kan mij kraaien. Vier. In de tweede skade, ik zou doen dat die domme niggas van je me willen naaien. Ze willen de waarheid verdraaien, we hebben geoogst, dus we moeten weer zaaien. Gras is groener aan de overkant, het maakt niet uit, maar jongens, kom op maaien. Ik vind de EP heel dope geworden. Heel veel diversiteit, heel veel diverse tunes, verschillende tunes. Tot nu toe, alles wat ik heb gehoord, vind ik als fire klinken. Ik ga het zo meteen in de auto weer even luisteren. Maar ik fok gewoon met hun stijl. Ik denk dat heel veel mensen kunnen relaten hieraan. Dus zij heeft gewoon een insteek verzonnen, samen met Ocho natuurlijk, om iets anders te doen. En ik ben altijd voor originaliteit. Het perspectief van een man en een vrouw die zeg maar beef hebben met elkaar, dat hebben ze goed uitgelicht. Hè? Een toxic relationship, dat hebben ze gewoon uitgebeeld in 8 tracks. En daar hebben ze allerlei verschillende kanten van laten zien. Money bakken we aan deze kant, ik weet niet wat die bitches dat ze doen. Wrestling op tune, wrestling op tune, wrestling op tune. Hetgene wat hun maken heb ik nog niet per se gehoord in de Nederlandse taal en helemaal niet van een meisje per se. Als persoon zijnde zelf, ik vind haar al heel dope. Ze is heel kalm, echt in haar feminine energy. Als artiest zijnde vind ik haar echt super dope. Ze is echt een powervrouw die we misten. Wat haar een powervrouw maakt, is dat zij dingen zegt die mensen denken, maar niet durven hardop te zeggen. Ik vind dat maakt haar wel echt uniek. Ik vind Rihanna de muziekstijl verfrissend. Ik vind het gedurfd. Ik vind het heel erg Belmer op een goede manier. Wat het bij haar is, is dat ze heel erg consistent is. En dat zorgt er gewoon voor dat het altijd goed zal blijven gaan. Haar lyrics, dat heel veel meiden haar voelen. Ik vind het dope wat ze doet. Als ik moet kijken naar alle vrouwen die nu op dit moment actief zijn. Vooral de afgelopen 2 jaar. In haar genre verdient ze het zeker om nu al op te treden bij Phonics Awards. Bel me niet als je het ook kan typen. Chap je geen poesies, had dat ben je niet mijn type. Hij wil me zien, maar heb geen tijd om hem te mieten. Ik focus op mezelf, wat de meeste niggas liegen. Ik noem hem baddy, want hij doet soms als een bitch. Die nigga voelt zich daddy, maar toch niet eens wat voor. Thank you. Oké. Okay. Ik heb daar al uitgeprint voor je, maar ik heb zo hier. Is natuurlijk deze. Die gaat voor Red Carpet Moment. Maar bij deze kun je je voorstellen, dit is gewoon puffer. Dus dat is dik, zit vorm in. We gaan het vullen. En deze kristallen heb je hier een paar voorbeelden. Ja. Die komen over deze hele garment heen. En dan kunnen we hem stylen met deze. Oké. Dan zet ik dit even terug. Cute. Yes. Kijk eens. Alright. Bij Rihanna hou ik rekening met persoonlijke stijl. En classy gecombineerd met de urban scene. Dus ik probeer een goede mix daarvan te vinden. En probeer het ook te pushen naar een nieuw level. Ik heb het idee dat Nederland vaak wat saaier is. Ja, ik wil het gewoon naar een ander level pushen. Ik heb een zwarte bondjasje die korter kan maken. En ik kan ook je naam doen in roze kristal. Oh, als je dat leuk vindt. Snap je? Ik kan hem ook wel. Hier, deze kan dan niet dicht, maar. Gewoon zo. Gewoon zo. Ja. Maar dit is. Oh, dit is wel hard voor plafonds hoor. Zeg maar dit, maar dan wel een. Ja, kan. Rok in deze stof. Heb ik ook. Mijn ervaring met een designer is tot nu toe goed. Ik vind het heel moeilijk om mensen te vertrouwen, dus ik werk niet met heel veel mensen. Dus als ik met mensen werk, dan is er zeg maar ook nog persoonlijk een goede klik. Oh, nice. Ik wist niet of jij into luck zou zijn zo erg, maar toch wel een vibe. Ja, dat glimmende. Als ik persoonlijk of dat me staat, bedoel je? Nee, sowieso zou je staan. Maar dat je het persoonlijk nice vindt. Ja, nee. Ja, want ik ben ook sommige niet mensen vinden dit bijvoorbeeld heel heftig. Echt into luck. Maar ik vind dit wel hard. Ja. 4. Ik maak pap. Mijn pap. Nou, ik ben dus nu de video's aan het bekijken van de dansers. Ik heb een oproep geplaatst op TikTok, die is heel goed gegaan. Mensen, ik ben op zoek naar dansers. Dit keer ben ik alleen op zoek naar vrouwelijke dansers. Sorry voor de rest, volgende keer regelen we jullie. Ik ben niet op zoek naar 3-4 dansers, ik ben op zoek naar gang. Ik ben op zoek naar vrouwelijke dansers die een baddy vibe hebben van zichzelf. Dus die het niet hoeven te forceren en die gewoon goed kunnen bewegen. Je hoeft dus niet per se een dansopleiding gevolgd te hebben. Ik wil ook gewoon met mensen werken die nog niet heel veel bereikt hebben. Omdat ik zelf ook nog niet daar ben. Dus ik wil samen groeien, zeg maar. Wat we vandaag gaan doen is even opwarmen. En dan gaan we starten aan het proces. We beginnen met Tas. Die gaan we helemaal afmaken vandaag, want die is echt belangrijk als het eerste gedeelte van de show. Nou, ik ben dus op dit moment wel heel druk bezig met de Phonics Awards. Ik vind het super spannend. Ik heb 5 minuten om een goede show neer te zetten. En ik vind ook wel dat ik in die 5 minuten een statement moet neerzetten. Dus dat is ook waar ik mee bezig ben. Ik wil mezelf overtreffen. 7, 8 en 10.
ik hou er sowieso niet van als ik gevolgd word met camera. En ook niet echt in de buitenwereld. Maar als artiest zijnde is dat zeg maar wel de Reanie die op de voorgrond staat. Dus dat zijn ook gewoon dingen die erbij horen. Dus dat snap ik ook gewoon wel. 4. Wij zijn hier op bouw. Jouw man wijs ik af. Kom aan in Bottega. Ik ben genomineerd voor Next Best. En dat vind ik super leuk. In de categorie waarin ik dus genomineerd ben, zit Yassine ook. En hij staat voor mij wel op nummer 1. Maar ik wil wel winnen.